Kijk, oké. Wat we nu gaan doen... Barbie gaat in de auto en dan gaat ze door de poort heen rijden. Ik ga nu even blokkeren. Kijk, let op. Zo, jij mag, zo de auto, jij mag de auto zo door de poort heen doen. Let op. Hondje moet nog in de auto. En de tassen. Ja, als... Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken. Vandaag hebben wij van Megablocks de Barbie-auto. Ja. En daar hebben we Barbie met haar hondje. Ja. En vandaag maak ik deze video niet alleen, maar samen met Roos. Ja. Hoi Roos. Oké, nou, zullen we eens even de doos openmaken om te kijken wat er allemaal in zit? Want wat gaan wij bouwen? We hebben een mooie auto, twee strandstoelen, het hondje, Barbie met haar shoppingbags en een mooie poort. Nou, zullen we eens even snel open gaan maken? Kijken wat er allemaal in zit. Zo. Kijk eens even naar al die zakjes. Ja. Zo. Nou, volgens mij moeten we maar eens even beginnen met het boekje. Die hebben we hier. Ja. Want dan kunnen we zien, Roos, ja, hoe we kan maken. Het kunnen maken. Kom, ik knip eerst even het zakje open. Ja. Hier hebben we mooie stickers, die gaan we straks opplakken. Dan hebben we hier het boekje. Kijk eens, in dit boekje staat allemaal wat je allemaal nog verder kan kopen van Barbie, van Megablocks. Dit is leuk zeg, zie je dat? Dat wil ik wel allemaal op verjaardag hebben. Ja, dat snap ik. Op mijn verjaardag. Ja, dat snap ik wel. Nou, gaan we eens even beginnen. Ik wil dat op mijn verjaardag. Hier zitten alle onderdelen in. Oh, toen. Kijk, hier halen we eerst de beentjes eruit. En dan? Hoofdje. Hoofdje. Dan nog het hoofdje. Ja, hier is het hoofdje erop. Hij is kleiner geworden. Ja, en wat moet er nog bovenop het hoofdje? Zullen we deze mooie lange haren doen? Ik denk dat die angelen met die staart erin. Ja, met die staart erin doen we die erin. Die vind ik niet zo leuk. Eens even kijken. Zo. Zo. Mooi. Kijk eens, is deze mooi? Ja. Mag ik ook even kijken? Ja. Er staat ook Barbie op. Kijk, dan kunnen we haar er zo hierin zetten. Kijk, dan blijft ze goed staan. En dan hebben we Barbie haar hondje. Schattig is die, hè? Een poedeltje. Die zetten we hier neer. Zo. Oké, let op. Gaan we Barbie heel even hier neerzetten. Dan gaan we nu de poort bouwen van Barbie's huis. Waar Barbie straks met de auto doorheen kan rijden. Kijk eens even. Nou, kijk eens. De stickers hadden we hier al opgeplakt. Ja. Deze mooie stickers. Ja hoor. Mooi hè? Ja, hij ziet er wel heel mooi. Ja, en dan hier de pilaartjes hier. Ja, maar ik had... Kijk eens. Dan gaan we nu het dak van de poort erop zetten. Zo. Kijk eens even. De pilaartjes. Zo. Ik denk gewoon dat deze aan je laat zien. Ja, heel goed hoor. Kijk eens even. En dan nu hebben we daar bovenop de hekjes. Hoe had ik dat?
Toen had ik dat vanmiddag gedaan. Vanochtend of vanmiddag. Mag ik even naar deze stickers kijken? Tuurlijk. Deze kijk eens, nu gaan we nu de poort maken. Want dan kan Barbie straks met haar auto hier zo doorheen rijden. Mag ik ook dan even kijken? Ja. Zie je dat, hoe mooi? Kijk, hebben we hier de poort. Gaan we nu de auto maken. En we waren al even begonnen, dus we hadden deze, weet je nog, deze twee stickertjes met de B van Barbie hadden we erop geplakt. Zullen we nu de auto in elkaar gaan zetten, Roos? Kijk. Nou, je moet die poort toch even dicht doen. De poort eerst dicht doen? Oké, doen de poort eerst nog even dicht, zo. Ja, ik had dat even gezegd. Oké, heel goed. Kijk eens even, beginnen we hiermee. Met de motorkap. De motorkap. Dan de achterkant. En dan zie je hier op de achterkant zie je alle boodschappentasjes van Barbie, waar ze allemaal mooie spulletjes heeft gekocht. Ja, ik denk dat daar dat deurtje. Ja. Eerste deurtje. Nog een deurtje erin. Ik kan zo. Ja, dat doen we straks. Ja, we doen zo meteen nog een strikje in Barbie's haar. Maar nu eerst de auto nog even afmaken. Kijk, hier kan Barbie in zitten. De stoeltjes. Ja. En het dashboard met een sticker. Echt... Ja, een sticker en een echt stuurtje. Oké, nou, het dashboard met het stuurtje komt hiervoor in de auto. Dan kan Barbie rijden. En je voor moet natuurlijk nog een raam. Kijk. Autoraam. Maar de auto kan niet rijden zonder wielen. Dus doen we mooie wieltjes eronder. Wat? Kijk, doen we mooie wieltjes eronder. Deze stickers. Dat geeft niet. Kijk, doen we hier nog een wiel onder. Hier nog eentje. En hier nog eentje. Mag ik ook ja, draai maar hoor. Probeer maar. Hé. Hey. Goed hè? Nou, kijk maar eens even of die rijdt. Ja, ik ga het eerst proberen. Ja. Goed zo. Komt er nog een keer jouw kant op. Zo. Zullen we even kijken of Barbie erin kan zitten? Ja hoor. Gaan we even kijken. Is die andere al aan? Ja, zeker. Kijk eens. Barbie kan erin zitten. Deurtje kan open. Ga maar eruit stappen. Ja, ga er maar uitstappen, Barbie. Oh. Kijk eens, Barbie. Jij wilt nog een mooi strikje erop doen, hè, Roos? Zullen we de... Welke wil je erop? Ik wil degene mijn lievelingskleur. Deze? Nee, hartje. Het hartje? Paarse hartje? Oké, gaan we die erop doen. Er is een mooi paarse hartje in de haar. Kijk. Een glimhartje. Een glimhartje. Kijk eens even hoe mooi. Even inschermen. Stel, wacht even. Kijk eens even, een mooi hartje in de haar. Dat is mooi, hè? Kijk, oké. Wat we nu gaan doen, Barbie gaat in de auto en dan gaat ze door de poort heen rijden. Ik ook. Ik ga nu even proberen. Kijk, let op. Zo, jij mag de auto zo door de poort heen doen, let op. Hondje moet nog in de auto. En de tassen. Ja, als... Oké, ja, de tasje kan ook in de achterbak. Dat is een goeie. Kijk, die past in de achterbak. Heel goed. Ja, heel mooi. Nou, hartstikke goed. Oké, dan moet je hem even plat leggen. Zo, en doe de achterbak maar dicht. Doe de poort maar open, Roos. Want de poort moet eerst open voordat de auto er doorheen kan. Maar ik kan ook zo
gaat hij vanzelf open. Oh ja? Oh ja. Hé, hey, dat is slim. Zo. Nou, zo jongens en meisjes. Dit was de video alweer. Ja. Oké. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden met Roos en mij. Ja. Dankjewel voor het kijken. En doei. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oh ja, en als jullie nou een berichtje willen ontvangen als wij een nieuwe video hebben gemaakt. Ja, dan gaan we een nieuwe video maken. Ja, druk dan even op het rode knopje van abonneren. En dan krijgen jullie een berichtje als we een nieuwe video hebben. Nou, tot de volgende keer. Doei. Doei.